Ja, Piet, vandaag een fantastisch kerstconcert. Ik denk dat je toch tevreden mag zijn. Hè? Ik ben behoorlijk tevreden. Ja. De reacties zijn erg goed. En het is altijd spannend gezien het programma, gezien je artiesten. En, ja, het is toch een volle kathedraal. Ja. Maar de reacties achteraf zijn. Het is een van de betere concerten geweest van de afgelopen jaren. Dus dan kan ik alleen maar trots zijn op alle mensen die opgetreden hebben. De kerk zat vol en we hebben dus vooral uit de regenboog, de Olm, het koor daar wat we hebben laten zingen was indrukwekkend denk ik, veel reacties op gehad. Ook de VRT heeft dat gefilmd, dat komt in een documentaire. Dan hebben we RTV die vanaf overmorgen denk ik elke dag, 5-6 keer per dag, 7 liedjes gaan uitzenden van dit concert. Dus dan mogen we trots zijn dan denk ik ja, met een hoop vrijwilligers. Ja, elk jaar is het, wordt het leuker. En vorig jaar was het uitverkocht, het is nu uitverkocht. Maar ik denk ook, in alle eerlijkheid, dat als je de reacties hoort van de mensen, dan is het ook eigenlijk een hele mooie race van artiesten. De muziek is mooi, dit jaar was speciaal kerstmuziek. Het is natuurlijk een schitterend decor. En alle mensen die in kaart komen, doen het ook voor het goede doel. Dus ja, ik ben trots op mijn bestuur, ja. Welke goede doelen komen in aanmerking nu? Ja, we hebben nu dus Den Olm gesteund al, hè, met een cheque van 3000 euro. Charabank zal wel een stukje in aanmerking komen, denk ik. En dan gaan we eens kijken welke doelen op ons afkomen. De gevoetbal bijvoorbeeld. En gewoon mensen die het leuk en gezellig kunnen gebruiken op een hele ontspannen manier. Ja. Van deze Mechelen is een groepje mensen wat 8 jaar geleden gestart is. Tenminste, ik ben het 8 jaar geleden gestart samen nog met Henk van Nieuwenhoven in die tijd. En ik wilde toen deze zingen aan café bij elkaar brengen. We hebben 2 leuke feesten gehouden in Plankendaal. Toen was de medewerking van bepaalde mensen die ik had verwacht niet zo optimaal. Toen had ik bijna gestopt. Maar toen hebben we met een groepje mensen bij elkaar geroepen en zeiden ja, we willen toch doorgaan. Onder andere de stad Mechelen, Koenasjo, Jan Simons, Ludo van der Bril. Ja, we moeten toch iets anders proberen. Oké, dan gaan we het nog een keer proberen. En nu hebben we een heel ander concept eigenlijk met sponsors die ons steunen elk jaar. En zo proberen we elk jaar rond te komen en dit te organiseren. En volgend jaar gaan we nog iets organiseren voor Stop Darmkanker in maart. Daar gaan we ook al deze mensen uitnodigen. En ja, je moet het zo zien, het is een groep warme mensen die elkaar ondersteunen en die proberen voor anderen goed te doen. Ja, Anneke, vandaag was je toeschouwer bij het kerstconcert in de kathedraal van Foundation Mechelen. Wat vond je ervan? Ik vond het eigenlijk een geweldig, fantastisch zingfestijn eigenlijk. Want iedereen werd uitgenodigd om mee te zingen en het werd zo enthousiast gebracht door de artiesten, de zangers, de zangeressen. Fijne zangeressen trouwens, met hele mooie stemmen. En het geheel was af, gewoon af. Ik heb uit volle borst meegezongen en ik ben er hees van. Ja. Wat vind je van het initiatief van Foundation? Fantastisch gewoon, hè. Het is heel belangrijk dat mensen bewust gemaakt worden en ook mee deelnemen aan het feit dat het sociale in onze maatschappij heel belangrijk is en dat we elkaar moeten. Het niet ik, maar het wij. Dat was ook heel belangrijk. Oh, kerst. Dat is eigenlijk heel. Ja, het is heel moeilijk.
Ik ben mijn zus verloren een jaar geleden. En het is eigenlijk een beetje een terugdenken aan de mooie momenten met mijn zus. De herinneringen, de band tussen families, gezinnen, het samen zijn en het gewoon genieten van elkaar zonder enige rancune, het plezier van elkaar graag te zien eigenlijk. Vandaag een fantastisch kerstconcert hier in Mechelen in de kathedraal. Dit is toch al niet het eerste jaar dat jij meedoet en ik denk dat je het met volle plezier doet. Hè? Ja, ik doe het met alle plezier. Ten eerste, de band die op het podium staat, dat zijn allemaal vrienden en goede, fantastische muzikanten. Jan Houtenkind en Rigel, die de leiding nemen, ja, dat zijn twee van mijn allerbeste vrienden. Maar die doen dat met zoveel hart en met zoveel voorbereiding, want het is maar één show, de one-off. En die zijn daar maanden op voorhand mee bezig. Ik moest maar 3-4 liedjes doen, ja. Maar het telt al die liedjes samen, dus een gigantisch werk eigenlijk. Het is een enorme voorbereiding voor één show, maar het is echt de moeite. Ten eerste het doel, het goede doel is zinvol. Het is een geloofwaardig goed doel dat Piet de Boer en de Foundation doet. En komt erbij dat de locatie natuurlijk ook niet mis is. Hè? Een kerstshow in de kathedraal. Dat kan niet beter. Hè? De kathedraal van Mechelen is toch een beetje het Vaticaan van België. En ik woon ook al meer dan 30 jaar in het Mechelse. Dus ik ben er wel mee verbonden. Maar ik doe het zeer graag. En ik vond het ook heel speciaal dat ik er vandaag mijn vrouw kon bij betrekken. Ik heb mijn vrouw echt over de streep moeten trekken. Serieus? Dat is een liedje dat we vorig jaar er opgenomen hadden voor de vrienden. Gewoon bij mij thuis. Als audio kerstkaart. Ik zei, maar we moeten dat doen tijdens de show. En ze wou eerst niet, maar ik heb er toch zover gekregen. En daar ben ik toch echt wel super blij om. Ja. Mannen, zeg het eens. De naam, Patrick Ruel. Ja. Volgens... Niels Geert. Klaas den Ruud. Voilà, dat zijn de mannen die we vandaag gaan interviewen. Ik heb het zelf gezegd, hè? Ja. Zeg mannen, vandaag fantastisch kerstconcert van de Foundation Mechelen. Wat vonden jullie er zelf van? Ah, vrij leuk. Het is een fijne bende om mee te musiceren. De gasten waren fantastisch, vond ik. Ja. Op Klaas den Ruud na. Ja. En jij? Ja, ik vond het heel super eigenlijk. Ja? Met Klaas erbij. Ja. Ondanks dat ik niet zo'n grote Jevgeni fan ben, maar ik vind het ook wel, je hebt het super gedaan. Dus, veel plezier gemaakt, hè, Paulie? Ja, heel veel. Maar ja, dat zit me gewoon van haar. Ja, toch wel. Ja. Van mij is optreden ontspanning, hè. Dus dat moet plezierig zijn, ja. Dat is mijn hobby, ja. Trouwens. Wat vind je van deelnemen aan een initiatief als dit? Het is fantastisch. Het is de tweede keer dat ik mag meedoen. En ook de tweede keer dat ik in de kathedraal speel. Dat is toch wel iets speciaals. Ja. Ik hou van kerstsfeer. De kerstmuziek, maar liefst oude kerstmuziek in de straat. Het Leger des Heils die staat, de hymne staat te zingen. Ik ben volledig pro. Ja, kerstmis? Kerstmis. Wat vind ik van kerstmis? Kerstmis op het groot begin of? Wow, kan niet slecht zijn. Goed. En voor u? Bij ons in de familie is dat wel een heel belangrijk feest. Het heeft voor iedereen een andere betekenis, denk ik. Maar het wordt ongelooflijk veel moeite gedaan om iedereen bijeen te krijgen. En het is eigenlijk morgen al bij ons om uit de buurt te blijven van de moeilijke datums 24 en 25. Ja. Maar ik hou ook heel fel van de sfeer. En ik heb er ongelooflijk plezier aan beleefd. Ik zeg, het zijn kinderdromen die in vervulling gaan. Hè? Ja. Little Drummer Boy, White Christmas. Voilà. Ik heb nog nooit de kans gehad om ze te zingen. En nu heb ik de kans met beide handen gegrepen. En content mee? Ah ja, absoluut. En met Klaas samen White Christmas zingen. Allee. Ja, mijn jaar weten. Kan niet meer stuk. Het jaar erop, volgend jaar ook, kan ook al niet meer stuk. Komt er een plaat? Nee, er gaat geen plaat van komen.